verzoek toe voor de zaalronde. De wedstrijd is begonnen, dus 12 ronden in totaal op het einde van de vijfde ronde. Eerste punt en daarna iedere ronde één punt voor de eerste renner. Uiteraard met Marto Souta als enig meisje. Zij zal dus ook haar punten krijgen. Op de tweede plaats, de Schuitenberg.
Tome Kretskens komt zijn neus aan het venster steken. En wie haalt hier de 5 punten? 5 punten voor Kretskens. Wat wordt het bij de Vlamingen? Wie wint hier een Vlaams kampioenschap bij de aspiranten 12 jaar? Laatste ronde, derrière tour, laatste ronde. Als Kretskens wint, komt het 89. Dat kan genoeg zijn. Maar daar komt de Schuiten in. Daar komt Matteo de Schuiten in. Daar komt ook Redant. Als de Schuiten hier wint, 92. 92. De Schuiten neer, de Schuiten neer, zou een Vlaams kampioen kunnen worden. Als we het allemaal gaan meerekenen. Het gewonnen door Brendan Wiesbroek. Hij haalde het voor Maxi de Rokker. En de derde plaats was er voor Mathis Praat. Bij de aspiranten 13 jaar. Lisa Deert haalde voor Maya en voor Maaike de Boer. Eerste punt, Brent Wiesbroek, eerste punt ook voor Lissato. Dat is zoals nu het geval. Dus beide 2 punten. Als een stuk. Hier komt het eerste punt. Het eerste punt van Trouwen Trappeliers. Nog 2 ronden van het einde. Voor de eerste plaats lijkt het nu een ronde spel voor Brent Wiesbroek. Die laat zich nu uitbollen. En die krijgen nu voor een punt. Het eerste punt voor Maxime de Rogger. Het zijn nog 2 punten te winnen, natuurlijk. Nu de bel. Dus Maxime de Rogger heeft nu zijn 2e punt. Alle punten voor Lissato. We kijken wie bij de jongens het laatste punt kan pakken. En het laatste punt bij de jongens. Voor Thomas van Dijk. En dit is dan de uitslag. Het verdikt bij de aspiranten 12 jaar. Vlaams kampioen bij de meisjes, Margot Schuta. Bij de jongens, Waals kampioen, Anadolu Kivir. En zoals gezegd, bij de Vlamingen, Vlaams kampioen, Matteo de Schuitenheer. Slag bij de aspiranten 13 jaar, dat zijn over 20 ronden met hier 5 spurten om de 400 euro punten te verdienen. Yeah.
Nu toch in de puntenkoers. Wat het algemeen klassement betreft, nu zit het op het scorebord. Brent Diestroep aan de leiding. Toch met een voorsprong van 8 punten. Brent Diestroep ook met een voorsprong. 6 punten. Maxime de Rocker. Passage, de derde spurt. Tussen de praat van Dijk. Wie gaat hier tweede worden? Dat zien we straks wel, maar we kunnen nu al met zekerheid zeggen. In de kampbedrijf van België, zowel bij de jongens als bij de meisjes, Lisa Doog en Brent Diestroep zijn ook vandaag Vlaams kampioen bij de 13-jarige aspiranten.
gevonden bij de aspiranten. En om goed te kunnen meevolgen, dames en heren, zodanig ook de tussenstand na twee wedstrijden ondertekenen. Vaila Gess en Anna Nielsen, meisjes, staan er ook gelijk. Liam de Poorter heeft een achterstand van 6 punten op het duo Bastiaans en Willems. En dan met Timo Verhulst van ons team, de Antwerpse kampioen. Positionering voor de eerste spurt. Positionering voor de eerste spurt. Met Timo Verhulst aan de leiding. Daar komt Bastiaans. Daar komt ook Sander Willems. Daar is een felle strijd bezig. En de strijd, ik durf het niet zeggen, we gaan kijken naar de volgende finish. En het gaat heel snel natuurlijk om de 400 punten te winnen. Met Liam de Poorter nu aan de leiding. Willems gaat erover met Bastiaans in het wiel. En Sander Willems die ook de tweede spurt wint. Bastiaans, die van hierbij gewend. De 16 spurten bij de tweede reeks staan op steek op scorebord en daar 11 punten verzameld in de tempo om de Tom Hoogaard tegen Bosnaar spreken. De 101 winstronde, 20 punten extra. Dus die komt het allemaal tegen. De winnaar van de tempo op de tweede plaats voor Hoogaard, derde plaats voor Bosnaar.
start dan met Luca Vierstraten, die ook bij de junioren. En bij de publiek was er wel iets voor Erik Michielsen. Bij de junioren was er een tweede plaats voor Laat Ex-Peels. Een derde plaats wordt dat bij Keulaar. Nieuwelingen is het nog wat spannender.